Hallo kijkers van Nieuwte, ik ben Mark en ik ben vandaag weer terug bij City Skylines. De vorige aflevering ben ik hier gebleven en we gaan vandaag weer proberen om het ziekteprobleem en het dodenprobleem eventjes een beetje te verminderen. En daar, ik heb het zelf ook nog eventjes opgezocht hoe ik dat het beste kan gaan doen. En dat is gewoon via de budget. Ja, het budget. En dan kun je gewoon het geld met bijvoorbeeld zieken, die kun je dan verhogen, laat ik maar zeggen. Dus dan gaat er wat meer geld in. Dus dat is voor de healthcare, maar is er dan ook nog een optie voor deathcare of zo? Is het dergelijks? Niet dat ik weet. Staat er volgens mij ook niet tussen. Maar dat maakt niet uit. Ik hoop dat het hopelijk wel genoeg is. En onze industrie die groeit ook weer aardig. Deze landfills die waren dus allemaal nog leeg, behalve hier dan. Terwijl ik deze weer ook even aangepast dat er ook gewoon bomen aan zitten. Toch wel zelf wat mooier. Kijk maar, mensen worden daar ook gewoon blij van. Dit kan wel weg. Kijk hoeveel dooi hier zijn. Dat is echt gewoon niet goed. Auw. Nu snap ik misschien ook wel waarom er zoveel doden aan deze kant van de stad zijn. Dat ze die worden opgehaald. En zo te zien rijden de treinen ook de hele tijd op en aan. Dat is ook heel positief. Even kijken, hoeveel zit jij? 31%, oké. Dat scheelt. Dat is niet echt heel hoog. The Forest Service has stated that there is a risk of an imminent forest fire in the area. Residents are advised to avoid forested areas. A forest fire is raging in the area. Forest fire. Eén bompje. Oké. Maar gelukkig is de brand weer er. Oké, als we te zien wat het hier al redelijk verbeterd. Dat gaat ook betekenen dat we hier wel wat nodig hebben.
Laat me raden, hier ook. A forest fire is raging in the area. Leave campsites and treehouses immediately. Ja, in plaats van dat daar ook gewoon nog een aantal. Hé, waarom is deze weg kapot? Sinds wanneer is deze weg kapot, überhaupt? Dat is een heel klein bosbrandje. Want zoveel bomen stonden er ook niet, dus ja. Kijk, hier wordt het echt wel verbeterd, dat is wel fijn. Nu beginnen ze weer te klagen dat er geen niet veel afval meer is. Moeten ook eigenlijk gewoon van die landfill sites af, in principe. Kijk, hoe zit het eigenlijk met de industrie? Redelijk. Lekker druk is het hier zo te zien. Oh ja, zeker. Hoe zit het met de traffic flow eigenlijk? 61%, kan beter, maar hey. Oh, daar heb ik een large playground een keer neergezet. Oké. Ik zit eigenlijk met de noise. Oh, dat is ook nog best wel aardig. Stroom gaat goed, water gaat goed, top. God, moet je kijken hoeveel mensen die hier zitten dan. Ook gewoon om allemaal onze stad in te komen. Holy fuck. Oh, ja, ik zie het. Deze verplaats ik wel even. Ik denk dat het beter is om even een ander weggetje te maken, gewoon een echte brug. Maar ik denk niet dat het een verstandig idee is om dit zo te doen. Kijk, hoe ga ik dat precies aanpakken? Zoiets. Ga ik ook wel gewoon even over het spoor heen. Oh god.
Oh, oké. Nou, dan moet dat maar zo. Niet bepaald wat ik verwacht had, maar hey. Zo. Zo. Oké. Levitating cars. Kijk, deze moet even allemaal een beetje verbeterd worden. Nee, dat is niet echt nodig, vind ik. Nu kunnen de auto's in ieder geval hier ook allemaal weer goed rijden. Een beetje raar dat het zo heuvelig is, maar niet. Zelfs op de trein hebben we nog file. Lol. Oh, dat is dat huis die continu zat te klagen. Serieus? Wat? %, oké. Okay. Dan wordt het waarschijnlijk pas de volgende aflevering dat die leer is. Zo. Het is hier opeens wel heel druk op deze weg, zo te zien. Zo, lekker allemaal dat dit even upgraden. Moet ook even gebeuren. Bij de afval, dat doe ik dan nog niet. Een aantal winkels hier.
Wat we natuurlijk ook kunnen doen is gewoon hier nog het kantoor aan neerzetten. Zou in principe wel kunnen. Ook allemaal nog niet leeg. Nou, dat moet die halen we weg, die landfill site. Ik moet er ook gewoon aan nadenken dat ik die gewoon niet meer ga gebruiken. Maar het dorp, stad, begint weer lekker terug te groeien. Dat is positief. Maar zo te zien hebben we niet echt meer last van een hoeveelheid doren. Kijk, en dat is nog fijn dat het gewoon nu weer een beetje opgelost is. Not enough raw materials. Oké. Gaat dus betekenen dat we wat moeten gaan doen met het treinspoor. Even kijken. Is er toevallig wel ergens anders een treinspoor? Ja, die eerste. Dat is super fijn. Dan moet ik eerst zo'n cargo terminal even neerzetten. Zo. En hoppakee. We hebben tenminste ook al in een cargo terminal. Ik vind het eiland met de Statue of Liberty ook wel mooi. Eigenlijk is het gewoon komisch dat hier gewoon een eiland zit. Überhaupt. Ja, moet je kijken. Heel wat mensen die zitten te klagen dat ze geen materialen meer hebben. Dus daarvoor heb ik natuurlijk een kantoor gemaakt. Oké, ga je sowieso een kantoor neerzetten. Dat kan ook een beetje helpen natuurlijk met de nood aan industrie. Ah, het helpt wel. Dat is mooi. Dat het wel werkt. Dan kunnen we de rest natuurlijk nog gewoon wolwijken maken en zo. Beetje van alles wat.
Dat ik daar nu pas eigenlijk achter kom dat daar aan de andere kant ook een spoor liep. Ik heb dus eigenlijk gewoon een heel spoor door mijn stad heen. Terwijl ik eigenlijk ook gewoon vanaf deze kant een spoor had kunnen leggen. In principe maakt dat ook niet heel wat uit, want dan kan ik deze eigenlijk ook wel weer. Ja, dan moet ik hem waarschijnlijk wel even verplaatsen. Maar dan zou ik zeggen dat ik hem hier ook weer aan kan connecten. Zodat het echt gewoon een rondje is. Oh, nu is er een hele hoge nood aan commercieel gebied. Ik denk dat dit gebied wel even een beetje goed daarvoor is. Ik kom hier weer gewoon mooi voor mijntjes. Hier nog wel een beetje commercieel. En hierbij moet ik dan nog even wachten totdat alles een beetje weg is. Is dat al leeg? Nee, dat is nog niet leeg. Oké, die stroompalen die kan ik dus ook wel weghalen. Super fijn hoe het nu gaat. Echt heel fijn. Kijk hoeveel geld ik heb. Hoe de fuck kom ik aan zoveel? Oh, ze zitten hier een beetje te klaar. In principe moeten ze nog in een range zitten. Deze haal ik dus weg. Oké. Okay. Nou, ik vind het ook wel fijn dat die incinerator plants ook gewoon stroom maken. Super fijn is dat. Wat is dit voor gebouw? Een disaster response unit. Aha. Oké. Die file die hier staat hoor. Holy shit. Ik denk dat dit ook niet echt werkt. Voor mijn gevoel. Zo. Dit helpt dan natuurlijk wel weer een stukje meer. Oké, hoeveel heb ik nodig? 65.000 en dan heb ik in ieder geval het vliegveld. Dus dat wordt waarschijnlijk de volgende aflevering gelokt. Ik denk het haast wel. Maar ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Geef een like en op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer. Later.